Ik zag Alwin. Hij ligt nog even aan de oplader. Daarom zit er een snoer aan. Maar ik zag Alwin. Oh, even zo. Ik zag Alwin. Met deze accessoire. Die hoort dus bij mijn camera. En toen dacht ik, ja, dat voelt voor mij als een onoverkombare brug. Om dan dit aan te sluiten. En wat doe ik nu? Ik zet hem aan op met dit knopje. En ik zie gewoon meteen dat hij geconnect is. Dus deze camera is alles wat ik wil van techniek. Het is gewoon net als Apple. Het denkt voor jou na. En als je echt een kenner bent, wil je dat misschien niet dat dat vanzelf gaat. Wil je dat allemaal instellen en zo. Maar ik wil dat niet. En dit verlaagt enorm de drempel voor mij om dus externe mic te gebruiken. Waardoor het geluid veel beter is. Dan kan ik bijvoorbeeld weglopen in de kringloop en iets passen. En terwijl ik bij de spiegel sta, hoor je het geluid dus heel goed. In plaats van dat ik dan dus verder van de camera ga en dus minder goed geluid heb. Nou, ik ga nu terugluisteren hoe dit heeft gewerkt en hoe dit klinkt. Oké, jongens. Ik heb weer heel hard gewerkt. Dat is wel zo. Door steeds ziek te zijn, kom je niet voor te lopen. Oh, ik zag net een andere YouTuber die ook heel erg ziek is. Ik hoor allemaal mensen over. Dus gewoon, ja, ik voel me nu dus weer helemaal goed. Hè? Anders zou ik niet naar buiten gaan. Maar ik ga mijn ring ophalen. Mijn nieuwe baby. Hij kan of hier op de pink of hier. Ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat ik dat kan afwisselen. Ik ben zo benieuwd. Nou, ik ben hem. Ja, ik ben. Nee, ik weet eigenlijk precies hoe die is natuurlijk. Maar hij is dus kleiner gemaakt. Is deze jas hier leuk bij? Het is namelijk een lekkere ruime jas. Dus het zou heel fijn zijn qua medewerking als dit eventjes goed staat. Oh, het staat wel, maar het is niet ter versterking van wat ik hier aan het doen ben. Maar ik ga op de fiets, dus het is wel praktisch. Even kijken. Maak dit af. Hij zal dicht zitten, die jas. Ja. Ik kon gewoon geen betere jas vinden. En door deze wordt dit nu wel weer een beetje vertegenwoordigd. Ja. Leg het maar uit. Hè? Ja, dit wordt hem. Ik weet niet. Ik ben heel nerveus. Ik hoor veel aan mijn hoofd. Ik denk dat. Ja, ik ga toch wel weer praten over mijn ziekte. Ik ben niet heel ziek, dus eigenlijk kan het wel niet, maar ik kom niet bij. Weet je wel, het hele huis ook. Dit is zo'n fucking groot huis. Je bent voor bezig en achter is het alweer een bende. Mijn hele kledinginloopkast is één dikke, dikke bende. Gewoon van weken kleding uittrekken, neersmijten. Dingen zoeken, alles overhoop trekken. Twee wasmannen vol met gevouwen was. En mijn moeder komt zo. En ik weet niet, ik heb dan toch altijd de neiging op te ruimen. Misschien is dat het. Oh, handschoenen. Ik wilde ook niet nu die ring gaan ophalen. Maar ik wist gewoon dat het goed voor mij was. Even te gaan fietsen. Even mijn weg hier. Frisse lucht. En dan mijn moeder vindt dat helemaal niet erg als het hier rommelig is. Maar toch. Ik zal het je eens even laten zien. Schone was. Nou, dit wordt dus nog gedaan. Dit kan allemaal veel netter. Maar hier heeft ze ook niks te doen. Zit in de kamer is wel. Nu heb ik dat leeshoekje zo, maar dan moet eigenlijk daar nog een leuk tafeltje komen. Dat heb ik wel, maar er staat nu de kerstboom op. Hier. Dat spreidje is toch cute. Maar waar het dus echt niet goed gaat is. Dit jassenrek heb ik gewoon alles bovenop gesmeten, moet ik ophangen. Maar dit gaat gewoon niet goed. Dit is echt om te huilen hoe dit er allemaal bij ligt. Hier komt sowieso dus nog een scheidingswand, hè? Dus dan wordt dat ook wat beter. Dit is schone was. Maar daar ligt gewoon trui die ik heb gedragen. Eenzame sokkenmandje. En allemaal kleding die ik heb geprobeerd en niet ben gaan dragen. Hier hangen ook de hangers erbij van nou, help. Maar goed. Ik vind het helemaal niet bij mij passen om hier druk om te maken. Dus ik ga weg bij. En de woonkamer is gewoon helemaal prima. Dus ja, oké. Wat wil ik hier nou weer mee zeggen? Doei.
Nou jongens, ik krijg toch een emotionele... Ik ga even stilstaan, moment. Ik ben even gestopt, ik werd emo. Ik dacht, ik deel dit toch ook even, want als ik al met al denk ik dus 8 weken, weet je, zal vast zeggen dat het zelfs nog langer was, ziek ben, dan is het heel zwaar. Alleen mijn automatische reactie is gewoon vechten, als in, dus de momenten dat ik kan filmen, dat ik kan editen, meteen beuken. Huishouden tussendoor rammen. Maar ik kan niet meer. Ik ben helemaal kapot. Loodzwaar. Ik wil het eigenlijk niet toegeven, omdat ik misschien zelfs voordat ik ziek werd, het al wel loodzwaar vond. Dus, mom life. Waarom moet dat in het Engels? Het moederschap. Iemand die constant rommel maakt, terwijl ik heel erg me goed voel als alles clean is. Een heel groot huis. Geen hulp willen inroepen, ook niet kunnen betalen. Hard moeten werken om voldoende inkomsten te genereren. Pot jongens, ik ben helemaal fucking kapot. Ik kan wel janken nu. Maar dat komt omdat het einde in zicht is. Ik had daar ook een paar hele mooie samenwerkingen waar veel werk in gaat zitten. Waar veel energie in gaat zitten. Waar je absoluut geen steekje mag laten vallen. En die ben ik aan het afronden. En ik voel nu denk ik die rust terugkeren. Plus dan de feestdagen, zodat ik ook wat rustiger aan kan doen. En nu pas besef ik hoe hard ik dus eigenlijk moest werken om het toch voor elkaar te krijgen tijdens de omstandigheden. En ik hou dus niet van klagen. Dus ik ga ook op ventilatie, venting, hoe noem je dat? Klaagcursus bij Gijske komend jaar. Dat ik gewoon even helemaal fucking gehad heb. En ik deel het ook omdat ik het niet fair vind overkomen dat als ik tegen jullie zeg ik ben 8 weken af en aan ziek, dat ik toch nog alles voor elkaar krijg. Dat is dus niet fair om dat zo in beeld te brengen. Dus bij deze, ik kan niet meer. Doei. Het gaat, nou, nog steeds hetzelfde. Het gaat wel weer. Nee, het gaat nog niet. Ja, Emily zei, ik kan hem maandag langsbrengen of je kan hem vandaag ophalen. En mijn moeder komt zo, dus ik wil natuurlijk dat mijn moeder meteen mijn ring kan zien. Dus ik ga hem nu ophalen. Ik ben blij dat ik ben gegaan. Het is heerlijk weer. Even buiten. Er komen ook dit soort gedachten even voorbij. Die moesten toch nog voorbij komen, dus dit gaat helemaal goed. Hallo. Ja, jij doet zo gewoon. Zo. En dan heb je een filmpje daar. Misschien ja. Op 5 seconden. Maar dan kan je nog je tekst opzetten. Happy customer of whatever. Ja. Dus ik zal wel naar jou lopen zonder te praten. Want dan wil je dat geluid weghalen, denk ik. Met een muziekje of zo. Ja, precies. Ik ben Emily even aan het helpen met content. Mijn moeder komt zo, dus daarom wilde ik meteen nu naar jou, dat zij hem ook nog kan zien. Want zij was in Groningen, dus ik zie haar niet elke week. Ja. Oké. Okay. Ja, okay. Ik kom als customer, kom ik aan. Ja, wacht even. Oh, nog een kaartje. Jouw kaartjes zijn lief. En ik vind dit ook zo mooi. Hé, daar is die. Oh, ging het snel met haar, hè? Ja, hij zit als gegoten, hè? En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik hem dus bij daglicht zie, hè? Oh ja, want hij is daarboven. Ja, wat een goede toevoeging, hè? Ja, heel mooi. En toen ging ik dus opzoeken van opaal. Wat is dat? De National Stone of Australia. Oh ja, dat is... Dus ik zo tegen Mitchie, ik zo, je raadt nooit wat voor ring ik uiteindelijk heb gekozen. En hij helemaal trots... Ja? Ja, want inderdaad, ik had gelezen 90% van de opalen komt daar vandaan. Ja, en ik heb dus gekeken, de blauwe komen uit Ethiopië, dus nou, dat is dit niet. Nee. Dus de kans dat dit ook echt uit Australië is. Nou ja, zie je, je hebt er gewoon... Man to me. Precies. Hallo. Hallo. Gaat het goed? Ben je klaar voor de pop-up? Ja.
Ja, nou, bijna. Nog niet helemaal. Nee, ze is nu volle voorbereiding. Dit is de dag voor de pop-up, dus dit zien zij te laat. Maar ja. Je hebt wel nog een gratis shout-out van de ketting in de vlog van 24 december. Ah. zie je nog een stukje. Ah, ja. Leuk. Ja, nou, ik ben hier heel blij mee. Hij is ja, net zo mooi als in mijn herinnering natuurlijk. Oh, echt heel mooi. Ja. Oh, echt zo lief dat ik je jaloers. Vind je het erg? Ja. Ja. Ja, dat is ongelooflijk hoe goed hij erbij past. Dat zeiden ook heel veel mensen. Van, ja, die hoort erbij. Ja. Zeiden ze in de comments. Ook gewoon vorm of zo. Ja. Maar als je zo te zeggen, ja, 70 denk ik, zou ook zomaar kunnen. Ja. Ja. Nou, misschien dat iemand kijkt en die het weet. Ja, precies. Van mij gekregen? Nee. Nee, die wil ze aan jou geven. Oh. Ruilen met de letterdief, toch? Oeh, ja. Hier is deze. Oké. Okay. Ja, hij doet dat zo. Knisperen. Hij doet het zo. Kijk, mijn mamsie is er. Hallo, mensen hadden jou echt al gemist, hè? Ja. Oh, maar was een beetje lang op vakantie. Ja. Sorry. Een pensionado. Heb die... toen ook nog gezien geworden. Ja, en ik. Ja, dan gaat het alweer een paar weken mama, door. Hij is een beetje de puzzel. Wat is dat voor puzzel? Mama, kijk deze puzzel. Oh, wat zijn dat? Kan je ook nog een deze maken? Hé, wat is er dan? Oh, eentje is weg. Hoe kan dat? Wie pikt zoiets? De letterdief. De letterdief. Waar is de letterdief? Ja. Ik denk het, ja. Kom jij eens even tevoorschijn? Kiekiek. Oh. Een echte letterdief, Moppie. Wat heb je in je rugzakje? Heb jij een lettertje gepikt? Wat vind je? Van Sydney. Dat doet hij. Dat doet hij, stoutert. Hij heeft één letter. Maar hij geeft het wel allemaal weer terug, hè? Hij geeft het allemaal weer terug. En weet je wat hier bijzonder is? Het is een kleine letters. Die ze ook echt gaan leren. Ja. Want dan geven ze een kind aan hoofdletters. Ja, inderdaad. Dat zie je zo vaak. Zo mooi gemaakt, mam. Ja, en dan nog die leuke sjaal. Ja, poncho. Ja. En schoentjes. Ja. Hallo. Want zijn voeten waren een beetje klein. Oh. Van een mooi puzzelen dan. Sydney, mag ik een knuffel? Met snoepje? Met snoepjes. Melk? Oh, je lamp staat niet meer. Ja, mooi hoor. Ja, hij is hier goed hoor. Ja. Elke keer als ik hem zie, denk ik, ja, hier moest je nog iets zo een beetje hards hebben. Ja. Heel mooi. Heel kleine. Café. Café. Oh, lekker smullen. Buikje vullen. En komkommer. Komkommer. Lekker hoor. Deze? Ja. Dan maak ik hem even open. Wil jij een stroopwafel? Lekker. Een chocolaatje, zo'n kerstkranschocolaatje. Ik wil ook stroopwafel. Het is kiezen of dit of een stroopwafel, niet allebei. Ja. Oké. Okay. De papiertjes zijn een beetje moeilijk, maar dit zijn snoepjes uit Frankrijk. Let it snow, let it snow, let it snow.
ik ga boerenkool met worst maken. Ja, kapot. Op een fijne manier. Eigenlijk op een verzadigde manier. Mag ik het aan jullie? Ja. Alsjeblieft, papi. Oh, het is ook vrijdagmiddag. En dan heb ik altijd wel een beetje zo'n gevoel van... Boerenboren zeggen we hap en niet. Lekker. Boerenkool met worst. Vind jij het ook lekker?